Yo, welkom op het kanaal van Husky Theater. Ik ben Husky en vandaag laat ik jullie een gameplay zien. Dat is eigenlijk een van mijn beste gameplays dat ik eigenlijk gehaald heb. Ik speel Kill Confirmed in Aftermath en ik heb een mooie KD gehaald. Ik heb 37 kills gehaald en 1 dead. Ik ben wel zo een minuutje of twee later pas aangekomen, maar ik vond het eigenlijk wel een goede KD. Dus ik wil het toch uploaden. Ik speelde met de MP7 Fast Mag en Laser Sight. Het is nu echt een van mijn lievelingswapen geworden. Dat is echt een fijne class. En ja, mijn score streaks zijn Care Package, Dragonfly en Steel Chopper. En ja, ik haal ze eigenlijk wel vaak, die score streaks. En maar ja, ik ga Savas Dizzy bellen. Hij weet niet dat ik hem ga bellen, dus wordt wel grappig. Ik ga hem nu bellen. Even wachten. Hier bellen. Ja. Dus op Skype dat ik hem bel. Heb je wel gehoord? Nou, nu gaat dat ding weer niet over. Ja, Skype, daar scheelt iets mee volgens mij de laatste tijd. De files naar mijn computer. Allee. Ja, ik hoor dus weer niks op Skype. Dat is weer dom aan het doen. Oké. Het is gestopt. Even opnieuw bellen. Hopelijk gaat hij nu over. Nee. Weer niet. Allee jong. Ja, daar gaat hij eindelijk. Ja, sorry. Ja. En een Stef. Ja. Alles goed? What's up, G? Ja, ik ben bezig met een commentate nu, hè. Wat? Ik ben bezig met commentate. Ja, waarom belt je mij dan? Ja, ik vind dat jij er ook bij hoort. Ja, pussy, pussy, pussy. Ga je pussy zeggen, jij? Ja, maar de mensen weten toch niet wie Stef is, hè, of wel? Ja, Stef is dus Dizzy. Ja, stel je dan zelf eens voor, hè, jong. Ja, ik ben Woes Dizzy. Nee, ik ben Woes Dizzy. Hij fix me eens wat meer subs, man. Ik heb er nog maar ram 4. Nee, wij hebben er nog maar 46 op Husky Theater. Ja, dat zijn er al fucking 42 meer dan mij. Ja, bij 50 subs ga ik een class dat uploaden. Ah, en bij 100 vlogs. Bij ja. 100 subs gaan we een vlog doen, of wat? Ja, gaan wij twee dat samen doen dan? Ja, is goed. Wordt wel grappig. Ja. Maar wat gameplay ga je dan commentaten eigenlijk? Ja, die met die 37-1 en Aftermath. Oh ja, met de MP7 of wat was het? Ja, klopt. Met een kutgeweer. Wat blieft? Nee, kutgeweer, jij zit grappig. Dat is een fijn geweer, Jan. Weet je wat geweer dat het fijn is? Fuck een PDW. Ja, volgens mij heeft het niet vrijgespeeld nu. Oh, ja, maar had je dan dingen gehaald? Nucleair ofzo? Kun je dat ook al halen? Wow, zover ben ik nog niet schraap met Black Ops te zien. Het zijn 30 kills om kapot te gaan. Ik ben nu terug level. Welk level ben ik ook alweer? Oh ja, level 40. Dat ik tot nu ben ik begonnen, hè. Nou, ik ben alweer volgens mij ingehaald, half. Ik denk dat ik. Och, jij 37 ben. Ja, maar jij is het prestige. Ik niet, ja. Hè. Ik ben gewoon level 40. Geen prestige. Ik heb zelfs al Diamond Jing. Grappig. Ik denk. Bij de shotgun, de Remington daar, die. Wat is dat vergeet? Ja, die shotgun. Je weet wel, de eerste shotgun. Ja, die heb ik ook gold. Ja, daar heb ik ook bijna gold op, maar daar speel ik nu niet meer mee eigenlijk. Ik kan er eigenlijk tegen een shotgun doen, maar als je zelf eens wil, is best chill eigenlijk. Ja, als je zelf een shotgun hebt, dan wel, maar als je dat tegen nu hebt, dan word ik ook panisch. Ja, man. Dan flik ik mijn controle gewoon tegen de muur op, man. Jij gaat niet meer te veel op mijn controller gooien, want denk nu nog één keer hard gooien en dan valt hij uit één. Ja. Oh, zo sorry, was in de fucking headset. Ja, Dizzy, vertel eens, schat. Wat gaan we doen met Husky Theater? Ja, veel subs krijgen, hè, maar we kunnen misschien ook een nieuwe serie starten. Ja, misschien als subscribers wat ja, ideeën hebben dat ze het in de comments zetten dan. Ja, ja, dat is waar. Dus als jullie ideeën hebben, dan zeg. Zetten jullie het maar in de comments.
En dan laten we, of dan zullen jullie wel zien wat we gaan uploaden. Ja. Ik wil eigenlijk sowieso wel een challenge mee gaan doen eigenlijk. Challenges, vertel er eens meer over. Ja, dus je gaat dan zo bijvoorbeeld. Ja, het doen wel meer mensen. Dus niet zeggen dat ik kopieer of zo. Dat doen echt veel mensen. Het is gewoon fijn om te doen, vind ik. Het is gewoon funny. Dan ga je dus zo spelen, live commentary doen met facecam en al. En als je dan kapot gaat, dan moet je een challenge doen. En jullie subscribers kunnen kiezen welke challenge het is. En de challenge met de meeste likes, die wordt dan gekozen. En die moet je dan doen als je kapot gaat of als je een kill maakt of zoiets. Dat kunnen we bijvoorbeeld ook gaan doen met livestreams of zo. Dat zou ook wel sick zijn, of niet? Met wat? Met livestreams. Ja, maar livestream via Black Ops 360p, dus dat ga ik denk op geen zak. Ja, maar jij hebt toch HDPVR of zo? Kun je niet aansluiten via de computer of zoiets en dan doen? Ja, dat zou goed kunnen. Nu kun je het ook met Google Drive, kun je het nu toch ook? Alright. Ja, dat ja, staat wel opzoeken op YouTube. Het staat op YouTube en staat dat bovenaan, zo, ja, onder de zoek. Onder dat zoekbalkje, ja. Daar staat dat. Dat je dat kan doen. Zal straks eens zoeken op ChupChup. ChupChup. Ja, die had skills IG, die kan er ook iets van, man. Oh, dat is grappig. Dank. Ja. That's what she said. Ja, ja en wat ga ik nog zeggen? Ah ja, ik neem ook nog een paar spelers. Wil ik ook wel, als ze willen meedoen. Met Husky Theater. Maakt niks uit welke console dat ze gebruiken. Xbox, PlayStation 3, computer. iPad bijvoorbeeld, ik zeg maar het, dan ja, jullie kunnen me altijd een bericht sturen op Skype bijvoorbeeld, of ja, mijn Skype is yuri.storms, ik zal het wel in de description zetten. Ja, heb je ook mijn YouTube even in de description? Ja, dat zal ik ook wel in de description zetten. Hé, hey, maar even vragen, hoe lang duurt die commentary nog? Nog bijna 20 seconden. Ja. Ik geef Itskills is die een shout-out. Ik heb nog maar 1 subscriber. Ga hem even allemaal subben. Zet zijn ding even in de description. Zal ik doen. En we zien wel wat we nog gaan doen met Husky Theater. Maar het wordt sowieso een dikke channel met allemaal games. Ja. Ik ga waarschijnlijk ook FIFA en die shit allemaal uploaden en zo. Dus okay. Ja. Ja, we gaan nu afronden. Ik ben Husky. Dit was het Dual Commentate met Dizzy. Tot de volgende keer.